Staat je stuur scheef of los? Of wil je je balhoofd afstellen? Vandaag leggen we in 6 stappen uit hoe dat werkt. Je hebt nodig je fiets, een Nimbus 5 en een Nimbus 4. Stap 1. We controleren eerst of er speling op het balhoofd zit. Dat doe je door zo bij de fiets te gaan staan en de vorm in te knijpen. Je kan dan de fiets heen en weer halen en dan voel je dat dit schokkerig gaat. Om nogmaals te controleren kan je hier de fiets beetpakken en heen en weer gaan met de fiets. Je voelt dan een schokkerige toestand. Dat gaan we dus oplossen. Dat doen we door stap 2. We gaan dit balhoofd losmaken. Met Nimbus 5 draaien we de topcap los. Die zit hier bovenop. Het mag los, maar het hoeft er niet af. Met Nimbus 4 halen we de andere los. Stap 3 is het rechtzetten van het stuur. Het stuur kunnen we nu namelijk bewegen. Je zet hem recht door het voorwiel te klemmen met je benen en het frame, de stuurpen en het wiel in elkaars verlengde te zetten. Nu staat het stuur recht en is het tijd om het balhoofd vast te zetten. Dat doen we met deze schroef. We hebben daarvoor nodig de Nimbus 5 en dan gaan we de topcap vastdraaien. Dit doe je met de hand. Vaak is het zo, als je hem zo met de hand doet, al genoeg. Doe je hem namelijk te strak, dat ga ik even laten zien, dan stuurt het stuur niet meer goed. Dit kun je controleren door de voorkant van de fiets op te tillen en het stuur een zetje te geven, naar links of naar rechts. Je ziet dat het stuur nu niet naar de zijkant valt. En dat moet wel om goed te kunnen sturen. Dus hij staat nu te strak. Geef hem nog wat extra ruimte, dus minder vast. En we controleren het nog eens. Kijk, nu valt het stuur naar de zijkant als je hem optilt. Zo staat deze topcap dus goed afgesteld. Stap 5 is het vastzetten van de stuurpen bouten. Boven staat nu goed afgesteld. We gaan de stuurpen vastdraaien met de twee Nimbus 4 bouten die hier zitten. Let op, veel fabrikanten hebben een maximaal moment om dit aan vast te draaien. In dit geval is dat 5 Nm. Je draait dus tot de sleutel dit tikje geeft. Zo draai je hem nooit te vast. Stap 6 is het controleren van het werk. Dus we controleren eerst, is de speling eruit? Ja. En staat het stuur recht? Ook dat staat recht. We zijn klaar om te gaan. Je weet nu hoe je je balhoofd moet afstellen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je nog meer video's bekijken? Bekijk dan een van deze. En anders, kijk op ons kanaal. Klik op like en abonneer. Wil je meer weten of wil je een fiets kopen? Kijk dan op wantecobiking.nl en neem contact met ons op.